Jurk Admiraal met een gedicht van Leo Vrooman. Er volgt nu een optreden van Johanna Luiken Vrouwenkoor onder leiding van Johan Engels. Het Johanna Luiken Vrouwenkoor onder leiding van John English met Gerrit Wiesaert. En nu zal zo dadelijk het woord worden gevoerd door de heer B. van Landschot, voorzitter van het Nationaal Comité Verzet Herdenkingskruis. En nu het Johanna Luiken Vrouwenkoor. Met het lied Kleine Vogel. Oh.
het Johanna Luyken Vrouwenkoor onder leiding van de componist John English. De sopraanblokfluit werd bespeeld door Piet Zwart. Hier nog een keer Doris Smit met een gedicht van José Goytiloso. Niemand is alleen. Op hetzelfde moment is er wel ergens iemand die lijdt. Wordt ergens wel een man gemarteld. Alleen omdat hij van vrijheid houdt. En nu zal zo dadelijk de heer Van Lanschot de koningin uitnodigen de laatste 14 kruisen uit te reiken. Daar gaan we weer. Van de eerste, mevrouw Mendes da Costa, kan worden gezegd dat ze helaas ziek is geworden vandaag. Maar dat het kruis namens haar in ontvangst zal worden genomen door een vriendin die er daarvoor helemaal uit Californië is gekomen. Zij heeft deelgenomen aan het Indische verzet, mevrouw Mendes da Costa. Wilhelmina Mendes da Costa, Schravenhage, die helaas door de grote spanning niet aanwezig kan zijn. In haar plaats neemt mevrouw Madeleine de Rijke het kruis in ontvangst. Mevrouw de Rijke is daarvoor speciaal uit Californië overgekomen. Dat levert uiteraard een praatje op met de koningin. Henk van Mook, Amsterdam. 1940 was hij staker bij de werkverschaffing, vervolgens ingeschakeld bij de Waarheidsgroep. In 1941 Heyman Natkiel, Amstelveen. Natkiel was een Joodse verzetstrijder. Gerrit van Otterlo, Voorthuizen. Simon Petit, Heerlen. Een vertegenwoordiger van het Limburgse verzet. Gérard Portille, Haarlem. Leon Prévost, Münstergeleen. Koos van Raay, Schiedam. De hele Rotterdamse verzetsgroep resulteerde Wim Roosing, Dalfsen. Lange jaren in de concentratiekampen. Antonius Rutten, Haarlem. Beschuldigd van spionage. Cornelis Reinsend, Rotterdam. Lid van de Nederlandse Volksmilitie, in 1942 gearresteerd. Johnny Snijders, Rotterdam. Eveneens Nederlandse Volksmilitie, verspreider van de Patriot. Wilhelm Spanhaak Verden. Johannes Welzing, Nimwegen. Johannes Wildschut, Arnhem. Carolus Witmond, Amsterdam. Het eerste paroolproces, 1941 gearresteerd. Johan Wolder, Amsterdam. Nico Wijnen, Schravenhage. Vertegenwoordiger van het literaire verzet tegen de Duitsers. Vooral zeer actief in zijn strijd tegen de Jodenvervolging. Nu zal het programma zo dadelijk worden afgesloten door nog een optreden van de Margriet S. Huis Band. Het is een lang lied en het heet Keys to the Kingdom.